Hoi, mijn naam is Ralph van en welkom bij de Office 365 Coach. Het kanaal waar je Microsoft Teams en Office 365 op een eenvoudige manier efficiënt leert te gebruiken. Veel kijkplezier! In deze video gaan we kijken naar de verschillende manieren om deel te nemen aan een Teams vergadering. Met andere woorden, je gaat leren welke informatie er allemaal staat in de standaard-uitnodiging van een Teams-vergadering. En blijf bij me tot het eind van de video, want we gaan ook leren hoe je kan voorkomen dat niet iedereen zomaar kan deelnemen. We gaan aan de slag. Na het openen van de uitnodiging van een online-vergadering in Outlook of Teams zie je hier veel informatie van hoe je kan deelnemen. Niet alle onderdelen zullen voor jou relevant zijn en dat maakt het soms behoorlijk onoverzichtelijk. Ten eerste kan je natuurlijk deelnemen aan een de teamsvergadering door gebruik te maken van de deelnemenknop. Hiervoor moet je wel de beschikking hebben over de originele uitnodiging in je agenda. Maar wat als je deze niet hebt en je wilt wel deelnemen aan die vergadering? Je kan natuurlijk altijd vragen of iemand de uitnodiging naar jou wil doorsturen. Op dat moment heb je dus ook de beschikking over de originele afspraken, kan je deelnemen vanuit je agenda. Heb je niet de beschikking over een Teams of Outlook-applicatie, dan kan je altijd de optie gebruiken: klik hier om deel te nemen aan de vergadering. Je kan dan bijvoorbeeld deelnemen via de internetbrowser. Maar er is meer, want hieronder zie je ook een vergader-ID en wachtwoord. Dit is vooral handig als je niet de originele uitnodiging hebt en ook niet doorgestuurd kan krijgen. Maar als je wel de beschikking kan krijgen over de vergader-ID en wachtwoord. Dan kan je vanuit de Teams-agenda altijd klikken op hashtag deelnemen met een ID, om daar vervolgens de info in te vullen. Je komt dan alsnog in de vergadering. Onder de vergader-ID zie je overigens ook de mogelijkheid om Teams te downloaden, maar de optie deelnemen op het web is eigenlijk veel interessanter. Je komt dan namelijk op een webpagina van Microsoft waar je het vergader-ID en wachtwoord kan invullen om zo deel te nemen zonder dat je de Teams-app hoeft te hebben. Ook kan je de vergader-ID en wachtwoord gebruiken om deel te nemen via vergaderapparatuur, zonder dat de vergaderruimte is uitgenodigd. Want ook op die apparatuur vind je de knop, hashtag, deelnemen met de ID. Zo kan je in een vergaderruimte toch eenvoudig deelnemen met goede apparatuur, zonder dat je je laptop hoeft te gebruiken. En dan gaan we nu kijken naar de volgende optie, en dat is deelnemen met de vergaderapparatuur. Dit zal in de praktijk niet veel gebruikt worden, maar kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld samenwerkt met externe bedrijven die niet de beschikking hebben over Microsoft Teams. Maken zij bijvoorbeeld gebruik van WebEx, dan kunnen ze het Videoconference-ID gebruiken om deel te nemen aan een Teams-vergadering. En dan hebben we nog het inbellen. Ik zie best vaak mensen deelnemen aan een Teams-vergadering gebruikmakende van de Teams-app vanuit de auto of trein. Maar dat hoeft niet, want je kan ook inbellen. Je bent dan niet afhankelijk van bijvoorbeeld de 4G-dekking en heeft de vergadering ook geen nadelig effect op je dataverbruik. Om deel te nemen via de telefoon open je de afspraak op je smartphone en klik je op de link met het telefoonnummer. Ook zit er al direct het vergader ID in verwerkt, zodat je direct in de juiste vergadering komt. Zo klinkt het als je op de link klikt om in te bellen. Welkom bij het telefonische vergaderingscentrum een vergaderingsidee in gevolgd door druk nu op stelletje als u de organisator van de vergadering bent u wordt nu bij de vergadering aangemeld standaard kom je in een vergadering als een deelnemer maar je kan dus ook deelnemen als een organisator zodat je bijvoorbeeld met je telefoon mensen kan toelaten tot de vergadering vanuit de lobby je moet hier wel moeilijke toetscombinaties voor kennen en een link naar die codes vind je in de beschrijving van deze video. Als organisator moet je je overigens wel aanmelden met een pincode. Weet je die niet? Maak dan eenvoudig een nieuwe aan via de link pincode opnieuw instellen. En ben je in het buitenland en wil je toch deelnemen via de telefoon? Voorkom dan hoge telefoonkosten door te klikken op een lokaal nummer zoeken om zo naar het land waar je bent in te bellen. En in de laatste regel van de afspraak zie je ook de link naar de opties voor vergadering. Deze ziet iedereen, maar is alleen te gebruiken voor de organisator of de mede-organisator. Zoals je nu hebt gezien zijn er heel wat opties om deel te nemen aan een teamsvergadering. Wat je misschien ook opvalt is dat iedereen die de uitnodiging in handen heeft, zomaar kan deelnemen. Dit is te voorkomen door als organisator of de mede-organisator naar de vergaderopties te gaan. Je hebt daar de keuze wie je niet in de lobby hoeft te wachten. Stel deze naar wens in om zo te voorkomen dat er geen ongenodigde mensen in je vergadering komen. Ook kan je erin stellen dat je een melding krijgt als er iemand deelneemt aan de vergadering via de inbeloptie. Volg ons YouTube-kanaal voor meer interessante Teams en Office 365-video's. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in de volgende video. Tot ziens!